Vorig jaar wist Jarin van het YouTube-kanaal Ik Ben Jarin de mol te ontmaskeren. Maar ik ga toch een voorspelling maken. En dat is, ik denk dat Pieter de mol is. Dat Lloyd het spel gaat winnen. En dat Bahador dus de verliezend finalist zal zijn. Na een lange zoektocht kwam hij uiteindelijk uit op de persoon die hij al vanaf het eerste moment verdachte. Pieter, de vloekende priester. Is hij ook gedood? Is hij ook gedood? Waarom is hij ook gedood? Maar dat was vorig jaar. Maar dit jaar probeert hij het opnieuw. Welkom bij het nieuwe seizoen van De Mol, Hints en Theorieën 2019. Je weet niets. Maar dat wil niet zeggen dat er niets is. Welkom bij De Mol, Hints en Theorieën 2019. Jawel, dames en heren, welkom bij het nieuwe seizoen van De Mol, Hints en Theorieën 2019 dit jaar. Vorig jaar was een enorm succes, dus vandaar doen we dit jaar weer. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben hier samen met Lennart. Aangenaam, Lennart. Aangenaam, we kennen elkaar natuurlijk, wij zijn broers. Dus ja, eigenlijk heb ik geen idee wat ik doe. Maar, Lennart, de kandidaten van dit jaar zijn bekend. Ja, dat klopt. Zeker. Dit seizoen van De Mol gaat anders verlopen dan vorig jaar, want er is namelijk... Niemand weet wie de mol is. Nog niemand weet wie de mol is. En dat is voor de eerst in de geschiedenis van De Mol en dat is toch wel een beetje speciaal. En dat maakt het misschien voor ons, maar ook zeker voor de spelers, de kandidaten, moeilijker om de mol te ontmaskeren. Maar... Zeker. Nou, zijn we er dit jaar klaar voor om het te doen, de mol te ontmaskeren? Ja! Ja. Wij zijn er klaar voor. Om dit jaar te beginnen gaan we als eerste een beetje even beurt om beurt praten over elke kandidaat apart. Ja. En eens zien of dat die de kwaliteiten zouden hebben om de mol te kunnen zijn. We hebben allebei de filmpjes gekeken, de voorstellingsfilmpjes. Ja, inderdaad. Als je er niet gekeken hebt, die staan op de website van 4.be. Dus Lennart, als eerste kandidaat hebben wij Axel. Axel is een 40 jaar oude piloot uit Capellen. Ik ben Axel, ik ben 39 jaar, ik woon in Capellen en ik neem deel aan de mol. Een piloot. Zou die de mol kunnen zijn? Ik denk het niet. Nee? Nee, mollen zitten onder de grond, piloten zitten in de lucht, slag nergens op. Ik weet niet, ik heb het film Axel, die lijkt me wel iemand die wel heel gedreven is. En een mol moet ook wel gedreven zijn om het spel mee te spelen. Dus ja, hij is wel een kanshebber. Maar ja, iedereen is dit jaar natuurlijk weer een kanshebber om de mol te zijn. Dan Bas, 32 jaar uit Brussel en hij is een headhunter. Ik ben Bas, ik ben... 32, ik woon in Brussel en ik doe mij aan de mol. Ik weet niet helemaal wat een headhunter is, maar dat maakt niet uit. Ja, hunt het, zou het aan de mol kunnen zijn? Nee, want de mol is niet echt op zoek. De mol is niet echt een hunter. Ja, dus hij zou eerder een goede mollenvanger zijn dan een mol. Dat is wat ik zeg, ja. Dan Bruno, 54 jaar uit Hoegaarde en is business manager. Ik ben Bruno, ik woon in Hoegaarde. Ik ben 54 jaar en ik neem deel aan de mol. Ja, die zou volgens mij wel de mol kunnen zijn. En ik denk ook dat we hem wel van een pintje houdt. Hoegaarde? Oké. Okay. Bruno zou wel de mol kunnen zijn. Hij is volgens mij, als ik het goed heb, is hij wel de oudste deelnemer van dit jaar. Ja, volgens mij. Met zijn 54 jaar. Ja, dat kan. Kanshebber? Ja, volgens mij wel. Kanshebber. Volgens Elisabeth, 33 jaar, uit Edegem en zij is een spoedarts. Ik ben Elisabeth, ik ben 33 jaar, ik woon in Edegem, ik ben urgentiearts en ik doe mee aan de mol. Zij is een dokter, dus ja, en dokters hebben wel een hoge opleiding, dus zij moet wel slim zijn. Denk je dat een goede kwaliteit is voor de mol om echt wel slim te zijn? Ik denk het wel, ja. Ik bedoel, het is natuurlijk, welke rol je ook hebt, als mol of als kandidaat, is het handig om het spel slim te spelen. Dus ja. Klopt, dat is een bus. Deze aflevering wordt een beetje heel droog, omdat er nog niets gebeurd is eigenlijk. Maar dit is de voorronde. Dan hebben we
Eva, 28 jaar uit Hoboken. Zij is een advocaat. Advocaten die ook wel heel hard moeten studeren, ook wel een slimme vrouw zijn. En die kunnen goed liegen. Ik ben Eva, ik ben 28 jaar. Ik kom uit Antwerpen en ik doe mee aan de mol. Bijvoorbeeld iemand zegt, hey, dat was wel verdacht, waarom heb je dat gedaan? En dan kun jij volledig goed u eruit praten als advocaat. Ja, dat is waar, ja. Vervolgens de 46-jarige Ingrid uit Westmalle. En zij is een verdeler van rolluiken. Dat is gewoon een mooier woord voor ik verkoop rolluiken. Oké. Okay. Ik ben Ingrid, ik ben 46 jaar, ik woon in Westmalle en ik doe mee aan de bal. Dus, een verdeler van rolluiken. Op zich, als jij dus eigenlijk... Wel, een verdeler, ik weet niet helemaal of dat ze dan echt bedoelen eerder een verkoper van in de winkel, of dat ze dan meer de groothandel bedoelen, die verkoopt aan winkels. Maar als ze... In beide gevallen moet zij proberen verkopen. En als jij probeert te verkopen, gaat jij zo wel heel straight to the point in de deur tussen de voettechniek van ja, je moet echt kopen. Zou dat een handige kwaliteit zijn voor een mol? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat goed is om de kandidaten over te halen om iets te doen waardoor er eigenlijk geld uit de pot gaat. Klopt. Vervolgens de 32 jaar oude Yuri uit Peer. En zijn job is ploegbaas, dus hij werkt in de bouw. Ik ben Yuri, ik ben 31 jaar. Ik ben uit Peer afkomstig en ik neem deel aan de mol. Hij zal waarschijnlijk dan wel een handige kandidaat zijn. Ja, of... ja. En dus, als hij dan de mol zou zijn en hij doet onhandige dingen, zou dat hem wel heel verdacht maken. Heel verdacht, ja. Want een ploegbaas, dat is een werkman, die moet toch wel handig zijn. Ik bedoel, om goed de bouw te kunnen voltooien. Ja, dat moet wel, ja. Dus ik denk, op Yuri moeten we gaan letten. Ja. Dan hebben we de jongste kandidaat van dit seizoen. Kaat, 22 jaar uit Zoersel en zij is een studente kinesietherapie. Ik ben Kaat, ik ben 21 jaar oud. Ik woon in Zoersel in Antwerpen en ik doe mee aan de mol. Zou een kinesist een goede mol kunnen zijn? Zij haalt iedereen over met haar massages. Van, doet jij geld uit de pot als ik u een massage geef? Zou dat werken? Misschien. Oké, volgende. Volgende, we zijn bij de voorlaatste kandidaat van dit seizoen, Lisbeth, 41 jaar, uit Oostakker en zij is een human research consultante. Wow. Mijn naam is Lisbeth, ik ben 41 jaar, ik woon in Oostakker en ik doe mee aan de mol. Dus zij moet wel wat mensenkennis hebben. Ja. Om zo'n soort job uit te voeren. Ja, ja, ja. En als jij mensenkennis hebt, kun jij misschien heel goed de mol kunnen ontmaskeren. Door dus goed te kunnen zien van oei, wat die doet, dat is vreemd. Ja, ja. En maar je kunt ook zelf heel goed de mol zijn. Omdat jij weet, ja, als... wat moet ik doen om niet verdacht, om niet vreemd te doen. Ja, ja. Dat. En dat zijn wel kwaliteiten die een mol zeker nodig heeft. En misschien na de eerste aflevering, als dus pas na de eerste aflevering wordt besloten door de productie wie de mol wordt. Allee, dat is ondertussen natuurlijk wel al besloten, want de opnames zijn al voorbij. Maar mijn punt wat ik probeer te maken is dat als iemand zoals dit, als die zien na een aflevering, dat die heel goed met mensen kan omgaan, hè, is dat volgens mij, in de ogen van de productie van de mol, een zeer goede mol. En dus kan het wel zijn dat die haar vragen om de mol te zijn. Ja. Dan als laatste kandidaat hebben we Martijn, 23 jaar uit Oijchem en hij is een facility assistant. Ik ben Martijn, ik ben 22 jaar, afkomstig uit Oijchem en ik doe mee aan de mol. Facility assistant, dat zijn volgens mij gewoon verantwoordelijk voor de gebouwen binnen een bedrijf of zo. Nee. Oh, facility manager en een facility assistant is lijkt mij de assistent van een facility manager. Ja. Ik weet niet, ik zie daar niet echt per se kwaliteiten in voor een goede mol. Als je facility assistant bent, ik bedoel, dan ben je gewoon verantwoordelijk voor de bedrijven, voor de gebouwen van de bedrijven. Je assisteert iemand. Ik vond wel Ben je dan goed voor de mol? Ja? Ik vond wel dat bij de kennismaking... Kennismaking, ja. Heb je precies heel, heel erg serieus dan. En wat vind je aan dat filmpje dan dat er zo... serieus is? Ja, er zijn zo'n mensen die ze zeggen van dat ze graag een leuk avontuur willen beleven. En zo, bij de mol. Ja. Hij is precies meer gewoon zo van,
dat hij echt het spel wil winnen. Maar ik denk wel... Straight forward. En dat zou er misschien op kunnen wijzen, als je echt wel... Als je, maar dat lijkt mij dan eerder iets wat iemand die niet de mol wilt worden zou willen doen. Om echt het spel te spelen en de mol te willen ontmaskeren. Want als jij dat zegt, ik wil vooral het avontuur helemaal beleven, hè, dan zou jij in mijn ogen eerder de mol willen zijn, omdat de mol mag heel het seizoen mee. En ja, weet dat hij niet afvalt en dan kun je alle avonturen van dat seizoen meedoen. Ja, dat klopt. Daarom denk ik ook, als ik zou meedoen, ik zou heel graag echt de mol zijn. Gewoon omdat, in principe, als ik zou meedoen aan de mol, ik zou dat niet doen voor dat geld dat je ermee kunt winnen. Ik zou dat doen voor de mol en om heel dat avontuur mee te maken. En dan liefst als mol zelf, ik persoonlijk. Zou jij zelf de mol willen zijn? Als jij zou meedoen. Tja, dat zou het wel een beetje moeilijker maken, denk ik. He? Dat is misschien moeilijker dan als kandidaat, maar jij zit in ieder geval met zekerheid dat je heel het avontuur mag meemaken. Dat is waar, ja. En dat is ook wel leuk om zoiets mensen te bedriegen, mensen te u te laten vertrouwen, terwijl je eigenlijk niet te vertrouwen bent. Maar Martijn ziet er volgens mij zo iemand uit die, als hij een kandidaat is, die te veel op de kleine dingen gaat letten en dan helemaal op iemand verkeerd gaat stemmen en er ergens in het begin uit gaat. Ja? Ja, volgens mij is dat, ja. Ik ben me vooral een beetje aan het afvragen hoe ze dit seizoen nu gaan beginnen, want in de eerste aflevering gaat er nu nog geen mol zijn, hè? Klopt. Nee. Maar zou er dan in de eerste aflevering al wel een afvaller zijn? Want er kan dan toch geen test gebeuren, want wat zijn dan goede vragen als er nog geen mol is? Dus ik vermoed dat er in de eerste aflevering nog niemand gaat afvallen eigenlijk. Dat er in de eerste aflevering niemand gaat afvallen, dat er een mol wordt gekozen en dat er pas in de tweede aflevering iemand gaat uitgaan. Dat lijkt mij wat er gaat gebeuren. Wat denk jij? Ja, ik denk dat dat wel... dat is wel een mogelijkheid. Dat zou ze kunnen doen. Dat is ook beter, omdat je dan de kandidaten een beetje nog beter leert kennen en zo. Ja. Inderdaad. Ik vind het ook wel leuk als de groep... Een beetje, in het begin een beetje groot blijft, toch wel. Dat niet te snel een te kleine groep wordt. Ja. Hoewel, langs de ene kant heb je dan heel veel mensen die mogelijk verdacht kunnen zijn, maar langs de andere kant is dat ook wel gewoon leuk. Kijken we uit naar dit seizoen van de Mol? Ja? 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 Natuurlijk kijken we uit naar dit seizoen van de Mol. Ja. Wij hebben ook natuurlijk de Nederlandse Wie is de Mol helemaal gevolgd. Ja. Daarvan is de finale aanstaande zaterdag. De finale is eigenlijk al geweest, maar echt de ontknoping is aanstaande zaterdag. En de dag erna direct begint de Belgische Mol, dus wij zitten een tijdje niet zonder Wie is de Mol. Dat is wel heel chill. De Nederlandse Mol had ik geen echte mol waar ik van dacht, ja, die is het. In tegenstelling tot dat ik vorig jaar had bij de Belgische Mol, toen ik Pieter heb ontmaskerd. Als meester genie ontmaskering guy. En het ding is wel, dit jaar gaan we het een beetje professioneler en beter aanpakken dan ik vorig jaar. Vorig jaar ben ik eigenlijk de Mohins in theorie een beetje impulsief gestart. Hè? Gewoon ineens van, oh, dat doe ik gewoon. Ja. Maar dit jaar ga ik het dus een beetje professioneel aanpakken. Ik heb een gast, ik heb een coole intro gemaakt, normaal gezien, als ik het klaar krijg. Ook dit jaar gaan we weer veel van onze informatie halen op de wieisdemol.be website. Voor mensen die die website niet kennen, dat is een zeer goede website. Dat is een forum waar dat mensen die de mol kijken eigenlijk hun theorieën en die opmerkingen kunnen plaatsen. Van, oh, ik heb dit gezien, oh, ik heb dit gezien. Zeker aan te raden, daar kan ik heel vaak wel eens theorieën vandaan halen. We kunnen natuurlijk ook zelf onze eigen theorieën bedenken of misschien Heerlijk. Zien. Dus in ieder geval, dames en heren, wij gaan proberen samen de mol te ontmaskeren. Als jij nog dingen ziet in elke aflevering, mocht je die altijd naar mij doorsturen. Liefst via Twitter. Twitter is mijn go-to als jij mij dingen wilt sturen die jij verdacht vindt. En dan kan ik die misschien behandelen in de afleveringen. Mijn Twitter staat nu hier in beeld. @ikbenjarin. Zeker volgen. Ik zal ook op Twitter zeer actief zijn tijdens de afleveringen. En daar meteen eigenlijk feedback geven op de afleveringen. Ja. En dan later, wat ik gezien heb, komt in de afleveringen bij ons. We gaan het zeer goed volgen. Lennart zal het grotendeel mijn compagnon zijn. Deze serie. Maar in ieder geval, hopelijk wordt het dit jaar nog leuker dan vorig jaar. Dames en heren, bedankt om deze week weer te kijken. We zien u volgende week. En dan rest er nog één vraag. Wie is de mol?